Het Genevemuseum heeft een nieuwe tentoonstelling geopend met brandmerkijzers. Brandmerkijzers werden gebruikt voor het aangeven van het merk op de jenevertonnen. En nu kan je in het museum brandijzers uit 100 jaar jeneverindustrie bewonderen. Die brandmerkijzers, die zijn eigenlijk meer dan 100 jaar oud. Die zijn echt tot 1920 gebruikt, daarna niet. Dus dat we er meer dan 200 ook feitelijk gevonden hebben, is al heel uniek. En het zijn allemaal van die hele mooie kunststukjes. Het zijn merken, die afbeeldingen van jenevers die voornamelijk in het buitenland verstuurd werden en niet echt in Nederland voorkwamen. Daar wilden we achterkomen van hoe werden ze gebruikt en waarom werden ze gebruikt. En daar hebben we dan onderzoek naar gedaan en dat vonden we, dat is de basis om eigenlijk dat aan meerdere mensen te vertellen. Dus kunnen we niet een tijdelijke tentoonstelling doen. Jenever-industrie en de verschillende ontwikkelingen in tijd vind ik zo leuk om die aan de hand van objecten te begrijpen en te zien waardoor de ambacht eigenlijk in de industrie geworden is en hoe zich dat veranderd heeft ook in reclamemateriaal, verkooptechnieken, maar ook productietechnieken. Wat is uw mooiste stuk die u heeft verzameld? Ik vind denk ik het verhaal erachter, wat ik nog niet helemaal doorgrond heb, dat is een brandmerkijzer wat uit Bengalen komt. Of eigenlijk het merk wat naar Bengalen gestuurd is. Bengalen is in India, monding van de Ganges. Daar hebben we in het Indiaas schrift, het Bengaals schrift, hebben we gevonden dat jenever is onder andere ook een medicijn. En daar werd eigenlijk verteld dat dat medicijn niet te veel gebruikt moet worden. Want het had ook wel bijwerking. En daar vinden we eigenlijk een afbeelding van een specht. Dat staat ook ergens daar, snaps. ACA Nolet en snaps. Maar die specht die pakt een worm uit de grond. Dus die zit niet in de boom. Dus hoe we de verbinding moeten maken. Wij zoeken nog steeds iemand die eigenlijk Bengaals spreekt. Gaan we vinden. Maar we hebben nu nog niet het antwoord.